Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet met een concreet plan komen voor het komend schooljaar. VHP-volksvertegenwoordiger Rishma Mangre zegt dat er nog veel onduidelijkheid daarover is. Ze is zich ervan bewust dat het COVID-19-virus er dan nog zal zijn. Toch moet er op kort termijn aangegeven worden wat de belanghebbenden kunnen verwachten. We missen nog een plan. Wanneer hebben we vakantie en wanneer begint het nieuw schooljaar? We moeten nu al gaan nadenken wanneer het nieuw schooljaar begint. En zijn alle randvoorwaarden al in place om straks het nieuw schooljaar te kunnen beginnen? Dat wil zeggen, omdat corona nog niet weg is en nog niet weggaat en ook de mensen nog niet volledig zijn gevaccineerd, zullen we een combinatie hebben van fysiek onderwijs en online lessen. Mangre vraagt ook aandacht voor de groep scholieren die nu dreigt uit te vallen. Een aantal leerlingen kan geen onderwijs genieten op de manier die door het ministerie is vastgesteld. Dus bij het begin van het schooljaar moeten we een inventarisatie hebben gemaakt. Welke leerlingen moeten we helpen zodat zij niet uit de boot gaan vallen? Een inventarisatie en evaluatie is van eminent belang. VHP-parlementariër Rishma Mangre. Ze sprak gisteren in de Nationale Assemblée bij de begrotingsbehandeling en de behandeling van het herstelplan.